Welkom. In dit journaal brengen we een bezoek aan de Leidse Passend Onderwijsparade en vertelt prof Jorena Rinne-Oost over de uitdagingen van slechthorendheid. Maar nu eerst de staatssecretaris die Twittervragen beantwoordt. Kunnen we een kind plaatsen in een moeilijk sociale groep van 28 leerlingen met veel problemen? Ja, dit is een vraag die veel leraren hebben. Hoe geven we eigenlijk handen en voeten aan passend onderwijs in de praktijk? En tegelijkertijd is het denk ik een hele moeilijke vraag om hier vanuit deze toren in Den Haag te beantwoorden. Want hoe je dat doet is heel erg afhankelijk ook van de school en van de leraar. De ene kan dit misschien wel goed aan, een andere leraar heeft er misschien veel meer problemen mee. En dit is nou typisch een vraag, hoe vervelend ook, waar geen eenduidig antwoord op te geven is. En waar juist dat gesprek waar we het zojuist ook over hadden, met collega's binnen die school moet plaatsvinden. In de regio Leiden mochten vorige week woensdag alle leerlingen voor één dag thuis blijven. Alle 2000 leerkrachten namen een voorschot op de week van passend onderwijs. Zij waren verzameld voor de Passend Onderwijsparade, een festival vol kennis en inspiratie. Ik wil graag geïnspireerd worden door verschillende invalshoeken. En dat kunnen hele diverse dingen zijn, debatten, maar ook sprekers over allerlei andere zaken die toch zijdelings met onderwijs te maken hebben. We zijn bij veel standjes geweest, hebben we veel dingetjes gehoord, veel informatie over hoogbegaafdheid. Dus het was wel heel interessant en leerzaam. Een uitstekend voorproefje van de week van passend onderwijs, kortom. En als dit de smaak wordt van de hele week, dan zit het wel goed.